De vijfde golf van de COVID-19-pandemie houdt ook het Westen in zijn ban. Burgermoeder Senrita Gobardan is bezorgd om de situatie. De cijfers in het district blijven namelijk fluctueren. De patrouille is gehandhaafd gebleven. Het blijft natuurlijk zo. En natuurlijk de opdrachten komen ook vanuit mijn kamer. De politie geeft ook haar verantwoordelijkheden. Ze weten van, ze moeten optreden en dat wordt ook gedaan. En als we landelijk bekijken, dan is Nikeri toch niet zo slecht, moet ik het zo zeggen. En het loopt, maar het moet beter gaan. Het moet beter gaan. Niet ieder houdt zich aan de regels, dat weten we ook. Er zijn nog heel veel mensen die nog stiekempjes feesten. Dat moet ook gezegd worden. En de COVID-brigade doet haar werk. Maar natuurlijk, al de richtlijnen die komen vanuit de VG-kant uit. Nou, de mensen moeten zich gewoon houden aan de regels. En niemand wil ziek worden, maar belangrijk is, je moet je gaan vaccineren. Neem je vaccinatie en ook je boosterprik. Dat gaat je beschermen. Het beschermt je ook. Trouwens, ik heb ook mijn booster genomen. Dus ik kan met zekerheid zeggen, het komt goed. In Nikeri is de politie altijd zichtbaar. Dat is te merken aan de hoeveelheid manschappen die aan het patrouilleren zijn. De patrouille is gehandhaafd gebleven. Het blijft natuurlijk zo. En natuurlijk de opdrachten komen ook vanuit mijn kamer. De politie geeft ook haar verantwoordelijkheden. Ze weten van, ze moeten optreden en dat wordt ook gedaan. Oké, dus er wordt flink opgetreden wanneer er huisfeestjes zijn en of illegale parties? Ja, ja, klopt. Zodra we dat weten en te horen krijgen vanuit de burgerij, moeten ze gelijk uitdrukken. In geheel Suriname zijn de besmettingen het afgelopen etmaal iets wat gedaald naar 435 besmettingen met één overleden persoon. In januari zijn al 11.432 personen positief getest en sinds maart 2020 ruim 64.000 personen die positief zijn getest.